Op 10 augustus 1925 werd Nederland getroffen door uitzonderlijk noodweer. Een windhoos trok in de namiddag en vroege avond van zuidwest naar noordoost over Brabant en via Nijmegen en de Achterhoek naar Twente. In onze omgeving moesten vooral Zeeland, Langeboom en Enschare het ontgelden. Op het Oventje, de Trent en op de Graspeel werden 77 huizen en 32 schuren vernield door de storm. Nu, 90 jaar later, besteedt de Heemkundekring van Zeeland extra aandacht aan deze trieste gebeurtenis. Op zondag 9 augustus is er een overzichtstentoonstelling en op maandag 10 augustus wordt er in het Heemhuis een lezing gegeven over dit onderwerp. Aan de hand van enkele foto's van nu kijken we terug op de stormramp die in 1925 plaatsvond in Zeeland en Langeboom. Dit café op het Oventje bestond toen ook al. Veronderstel dat je daar een glaasje wilt gaan drinken, maar als je aankomt tref je het café zo aan. Dat drankje zal wel niet doorgaan. Of je hebt deze boerderij aan de Boekelse Dijk netjes opgeknapt en bij thuiskomst blijkt het deze puinhoop te zijn. De tornado is precies midden over het dak gegaan. De muurankers in deze schuur zijn bij herbouw in 1926 geplaatst. Als aandenken, want in 1925 zag het er zo uit. Wethouder Piet van der Brand woonde daar. Deze woning op het Achteroventje was toen een ruïne. Piet van der Hey leunt tegen de deurstel van het verwoeste huis. Misschien hebt u zich ook wel eens afgevraagd wat dat stuk oud ijzer bij de school op het Oventje betekent. Deze foto's geven de kracht weer van de storm die de elektriciteitsmast helemaal omkrulde. De mast is het enige originele aandenken aan de ramp van toen. De molen op het Oventje vanuit de lucht gezien. In 1925 was dat zo. De zware wieken lagen vlakbij, maar houten onderdelen waren wel 300 meter meegenomen door de storm. De molen is afgebroken en de molen die er nu staat is pas in 1938 geplaatst. De mooi gerestaureerde boerderij aan de Verbindingsweg was het woonhuis van Cornelis van de Elzen. De puinhopen van zijn huis worden hier opgeruimd door soldaten van het Nederlandse leger. Alles moest met de hand gebeuren, omdat er natuurlijk nog geen kranen waren. De militairen en de bewoners weten zich geen houding te geven aan de filmploeg. Dat kende men natuurlijk niet. Men poseert als voor een foto. En kleine jongetjes moeten maar opzij gaan staan. Bij de voordeur van dit huis zit een ingemetselde steen als aandenken aan de ramp. De boerderij van Manus Manders stond achter dit huis op de Trent. Er was niets meer van over. Dochter Marietje Manders van 12 jaar was verongelukt onder het vallende puin. De koningin komt kijken. U ziet koningin Wilhelmina lopen over een paar planken die over een sloot zijn gelegd bij de restanten van de boerderij van Kes Laurensen, in Zeeland beter bekend als Kes Eiberden. Deze luchtfoto van de Graspeel van nu geeft een beeld van de puinhopen van toen. De Graspeel zelf was in die tijd een zandweg die helemaal kapot was gereden door al die karren, auto's en fietsen van de ramptoeristen. Omgewaaide bomen werden gestut met palen.
Dit huis van de familie van de Wijst staat op de plaats waar toen de boerderij van de familie van Jan van de Elzen stond. De kerk in Langeboom is in 1927 gebouwd op de plaats waar toen een neogotische kerk stond, gebouwd door de beroemde architect Pierre Cuypers. Die kerk was zo zwaar getroffen dat ze moest worden afgebroken. De koningin, de commissaris van Brabant, baron van Voorst tot Voorst, en de burgemeester van Eschare, baron van Heuvel tot Westervlier, wandelen hier door de dorpsstraat van Langeboom. Vele duizenden ramtoeristen met auto's, karren en fietsen of te voet bevolkte wekenlang de straten. Dit alles gebeurde op maandag 10 augustus 1925. Precies 90 jaar later, ook op maandag 10 augustus, is er een lezing in het Heemhuis over deze ramp. En op zondag 9 augustus is er een tentoonstelling met vele foto's en documenten. U bent van harte welkom.